Doe dat met de hashtag de meeloper. Heel leuk om te zien waar jullie lopen. Merci dus Tina, Phobe. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zondag. Gisteren ben ik naar Gent geweest, want we hadden een gezinsfeestje. Om te vieren dat we allemaal afgestudeerd zijn nu in het gezin. En een beetje afscheid ook te nemen van mijn broer, die zaterdag, dus ja, volgende zaterdag, naar Dublin vertrekt. Voor 2 jaar, dus dat wordt lastig. En ik ben ook in de IJs en Tijd geweest in Gent om mijn bril te verstellen. Want eerst was hij altijd dat hij afviel als ik zo deed. En nu doet hij dat niet meer. Dus dat is al heel erg fijn. En nu ga ik werken aan zijn of haar oktober 2019. Want ja, dat is ook nog maar een week. Help! Het is goed gewerkt aan zij of haar oktober 2019, want ja, minder dan een week komt hij uit. Hij komt namelijk uit 12 oktober. Dus als jullie dit zien, is hij al uit. Ja, dat is trouwens heel erg leuk. Met heel wat leuke interviews, DIY's, receptjes. Alles wat je maar nodig hebt voor een duurzaam leven. Want deze editie staat volledig in het teken van duurzaamheid. Zoek met balletjes! Zijn vegetarische balletjes van de Albert Heijn. Tijd voor een kleine mini break. Ik ga racen op de Nintendo Switch. Mijn team heeft gewonnen en ik heb het meeste punten. Joepie! Dit was zonder strijd. Hey, ik moet alleen nog de intro schrijven voor zij of haar oktober 2019. Maar ik vind het heel moeilijk om te schrijven, omdat ik wel heel graag wil dat hij echt heel goed is. Het is nogal moeilijk daardoor. Maar ik was ook aan het denken om te gaan lopen. En momenteel is het droog, maar het hangt wel heel erg donkere wolken in de lucht. Maar ik ga er toch op wagen. Ik heb nog maar 1 keer moeten lopen dit jaar in de regen. Dus hopelijk wordt het geen 2e keer van. Even een spurtje. Voor deze regenbreed. Sta onder de kappen. Oh my god. Gelukkig dat mijn training afgelopen. Om de intro column van zij of haar oktober 2019 te schrijven, heb ik me eventjes in de zetel gezet. Ik heb gekeken naar een filmpje van Greta Thunberg, omdat zij namelijk super inspirerend is regelmatig. En ik heb mijn iPhone gepakt om de intro erin op te schrijven. Dus ja. Ik heb deze plant ook eventjes gepakt om haar in het licht te zetten. Want ik heb het gevoel dat ze wel wat licht kan gebruiken. Zodat ze kan groeien. Want deze plant heeft al 2 grote valbeurten meegemaakt. En die heeft haar redelijk beschadigd. Maar ze is nu terug op weg naar het worden van een sterke plant. Hopelijk krijgt ze ook heel vlug baby's. Anders is het een beetje zielig. Soms. Nu ga ik enkele foto's editen. Dus nu heb ik nog een kleine regenbui gedaan. Maar ik heb ondertussen gewerkt naar zij of haar. En nu ga ik dit opeten. Gisteren ben ik namelijk met mijn familie naar de Kastaar geweest in Gent. Om daar te eten. En zij serveren zo'n grote portie dat ik dat gewoon niet kon opkrijgen. Dus vandaag is leftover day. Je kan daar gewoon vragen voor een doggy bag. Cool, hè? De Kastaar krijgt trouwens niet alleen pluspunten omdat ze doggy bags voorzien. Maar ook omdat ze
deze plastic zakjes meegeven. My Doggy Bag, die van 100% bio-afbreekbaar en composteerbaar zijn. Gemaakt volgens van maïs zetmeel. Dus super goed. Enigste minpuntje is dat ze geen kraantjes water kopen en enkel flessen water. Opnieuw goede bui. Ik denk dat ik straks mijn onesie aan doen. Misschien ga ik wel een chocomelk drinken vanavond. Namelijk koud te worden en ik heb geen zin om de sauvage al op aan te brengen. Herbeluisteren wanneer je maar wil. Nog een dikke shout-out naar iedereen die loopfoto's gepost heeft op Instagram. Kei tof. Doe dat met de hashtag de meeloper. Heel leuk om te zien waar jullie lopen. Merci dus Tina, Fobe, Lin, Wim, Hanne, Michael, Esther en al die andere meelopers. Oh my god. Als ik dat gehoord had tijdens lopen, had ik echt een enorme boost gekregen. Maar ik ben al thuis. Het was gewoon nog het laatste stukje van de podcast die ik afluisterde nu net. Dus... warm hartje. Het voordeel is wel, sinds er zo weinig fob is, dat het enkel mij kan zijn. Het is al even geleden dat ik jullie nog gesproken heb. Het is nu net na 9 uur geworden. Zoals je kunt zien heb ik mijn onesie aangetrokken, omdat ik het echt super cozy vind. Ik ben daar straks ook nog een appeltje gaan halen. Ik heb die geschild. Ik ben ook mijn nopperfles gaan halen. Ik heb allemaal weer uitgedronken. Is gewoon zo leuk. Vraag mij af hoeveel dat er nu in zit. Ah, een half liter. En weet je trouwens, ik wist al echt nooit van doppers totdat ik zelf een kocht. Ik ga jullie nu laten zien wat dat kan. Je hebt dus dit als fles. Je kan dit er afdraaien en dan kan je gewoon zo drinken. Maar je kan ook dit er afdraaien. En dan heb je gewoon een cap en dan kan je zo drinken. Ik zou denken dat dat een heel gevoelig onderdeel is, dat er weer water uit gaat lekken, maar dat is eigenlijk niet zo. Ik wil hem wel nog zo versieren en DIY'en en zo persoonlijk maken, maar dat gaat voor later zijn. Het handige is, hij pakt echt niet veel plaats in één boektas. Dat was mijn mini dobber. Dopper reclame. Nu ga ik nog eventjes de podcast verder luisteren van de Pyjama Party podcast over ZP'ers of zelfstandigen, denk ik, in Nederland. Nu ga ik mezelf gaan klaarmaken om te slapen en dan ga ik nog eventjes lezen. Maar ik wil nog graag één boek uitlezen voor zij of haar oktober 2019. Hallo, het is nu 10 uur en ik ben echt al doodmoe. Ik ben soms echt zo'n ommetje. Maar het zal er ook wel iets mee te hebben met het feit dat mijn slaappatroon denk dat nu al heel laat is. Aangezien ik afgelopen week eigenlijk om 9 uur ben gaan slapen. Of om 9 uur kwart of zo. Ja, mijn slaapratoon denk nu, bijvoorbeeld, het is hoog tijd om te slapen, terwijl het nog maar 10 uur is. Maar ik ga wel slapen, want ik ben moe. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende heerlijke haarslag. Doei!